De culturele organisatie NACS heeft gisteren de commissie Sranantongo Spelling geïnstalleerd. NACS, als één van de promotors van de Afro-Surinaamse cultuur en van het Sranantongo, heeft het initiatief genomen om de herziene spelling van deze taal te realiseren en officieel vast te leggen. De voorzitter van de commissie is Eline Granoos. Ze vertelt dat de spelling van het Sranantongo 32 jaar geleden officieel door de Surinaamse regering is vastgesteld. Ze wilden namelijk dat overheidsinstanties en burgers een juiste spelling moesten hanteren. Hoewel de spelling van het Sranantongo officieel is vastgesteld, blijkt in de praktijk dat daar niet de hand aan wordt gehouden. In documenten en geschriften worden veelal spellingen gehanteerd die afwijken van de officiële spelling. En daar gaat de commissie op letten, zegt de voorzitter. Deze commissie heeft de taak om een evaluatie te maken. We gaan naar de spelling die in 1986 is vastgesteld. Hoe heeft de spelling, de taalspelling, zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? En waar moeten wij daar verbeteringen aan brengen? Het is een resolutie geweest en eigenlijk zou je willen hebben dat de spelling wordt vastgelegd in een wet. Want dat is een juridisch document van hogere orde. De overige leden van de commissie zijn, ga ik even voor u lezen, Henry Bell, Lothar Boksteen, Hans Breeveld, Lucille Deekman, Marjorie Rotsburg, Journey Trotman en Rudy Uda. Granoos geeft aan dat de commissie erop mikt binnen een jaar de opdracht uit te voeren. De bedoeling is dat wij aan de slag gaan. Wij mikken, hopen dat we ongeveer een jaar bezig zullen zijn, maar het kan langer gaan duren, omdat je eigenlijk toch goed moet nagaan van welke zijn de processen, welke zijn de stappen die ik moet ondernemen om te komen tot het eindresultaat. Dus we hebben niet echt gezegd van je moet 2 jaar bezig zijn, maar je moet wel rekening houden met een zekere tijdspanne en we hopen, we gaan dat ook in de commissie samen straks bespreken, het tijdspad dat we willen uitzetten en de acties die we concreet gaan ondernemen om te komen tot het resultaat dat we verwachten. Dat was dus Eline Granoos, voorzitter van de commissie Sranantongo Spelling. Ze sprak gisteren tijdens de installatie van deze commissie in het NACS-centrum en wel aan de Thomsenstraat.